kinderen uit Purebee zijn op de vlucht. Ze moesten hun dorp verlaten en konden maar een paar spullen meenemen. Purebee ligt in Zuid-Soedan, een land in Afrika waar het helaas oorlog is. In Purebee was het te gevaarlijk om te blijven. Nu wonen de kinderen in vluchtelingenkampen in Oeganda, een land naast Zuid-Soedan. Daar zijn er geen gevaarlijke soldaten. Het is er veilig. De kinderen moeten alleen wel in tenten en hutjes wonen. Er zijn geen huizen. Gelukkig gebeuren er in vluchtelingenkampen ook mooie dingen. Kinderen kunnen hier bijvoorbeeld naar school. Juffen en meesters die zelf ook vluchteling zijn, starten in de kampen nieuwe scholen. Zo kunnen de kinderen gewoon doorgaan met leren. De kinderen gaan er ook naar de zondagsschool. Daar horen ze verhalen over de Heere Jezus en doen ze leuke spelletjes. Natuurlijk hopen de kinderen dat ze snel terug kunnen gaan naar hun eigen dorp, hun eigen huis en een mooie nieuwe school. Daarom zingen ze een lied over vrede. Willen jullie de kinderen uit Purebee niet vergeten? En willen jullie bidden voor vrede in hun land?